De afgang van de molenaar. Ja, ja, dag. Meneer Klees met zijn dochter. Ja. Nou. Op de Weelslootbrug. Ja. Wil u de vergadering openen? Ja. Nee. Nee, hoe wil u dat doen? Ja, hoe moet je dat nou het beste inkleden, hè? Nou ja, ik geloof dat ik zou beginnen. Beste vrienden, we zijn hier voor het laatst bijeen om afscheid te nemen van Piet Klees. U misschien wel bekend, omdat anders was u hier niet gekomen. En ik hoop dat u genoegen neemt met hetgene wat ik u ga vertellen. Het is aan de ene kant is het geen gezellige bijeenkomst, want de meeste mensen hebben toch hun gedachte aan, nou, Piet Klees is er ook al niet meer. Nee. Ja, het is eigenlijk een dankwoord aan alle mensen die me dus terzijde hebben gestaan, vooral na het overlijden van mijn vrouw. Want voor die tijd had ik er niet zo'n behoefte aan, dan ben je aan het werk. En dan, ja, als er dan iemand kwam, dan denk ik, oh jee. Ik had wat in mijn hoofd om wat te gaan doen. En dan komt iemand en dan vond je het zonde van je tijd eigenlijk. Dat is na het overlijden van mijn vrouw heel anders geworden. Dan zag je er naar uit dat er iemand kwam, omdat je de hele dag alleen was. Dat is een geweldige overgang natuurlijk geweest. En dan ben je altijd blij als er iemand het zei, dus beroepshalve. En dan neem ik, dan bedoel ik eigenlijk Evian of Zonnebloem of andere is het buurthulp. En daar heb ik ook een hoop gemak van gehad. Maar ja, die mensen die kun je eigenlijk maar op één manier bedanken. En dat is aan het einde van je leven. Dat ze zeggen, nou, toch wel leuk dat Klees dat nog even doet. Maar als dat eenmaal gebeurd is, ja, dan heb je hier gelegenheid niet meer. Dus vandaar dat we het nou op deze manier doen. En, uw familie natuurlijk? Ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. Het zijn niet alleen de mensen die je aan kennis hebt gekregen. Maar je eigen familie, dat is punt één. En dan zowel mijn zoon als mijn dochter, vooral mijn dochter natuurlijk, omdat die daar twee keer in de week bij me was. En dat was voor Jan niet mogelijk, want die werkt nog. Maar die op zijn manier dus weer zijn bijdrage geleverd. Onder andere om me altijd mee te nemen naar concerten van vaders of de Brabant. Daar was ik ook altijd ontzettend blij mee. En u hebt de molen gedaan? En, de Zaanse molen? Ja. Nou ja, goed. De liefhebberijen voor de molen, dat is altijd mijn hele leven gebleven. Tot dan nu aan toe. En dat is begonnen dat ik 8 jaar was. En ja, ik weet niet. Het wordt moeilijk te zeggen hoe oud ik nou ben als ik dit uitspreek. Dat ken wel 94 wezen. Ik ken wel 96 wezen. Maar ja, daar heb ik geen enkel idee van. Maar in ieder geval, dit heb ik nou alvast gezegd. Daar niet meer actief voor bezig ben. Nee. Voor al die activiteiten die ik vroeger gedaan heb, had ik bijna wekelijk contact. Dan had ik weer zoveel nieuwe leden aangebracht. En dan was Herman Boersma nog administrateur. En die was altijd vol enthousiasme. Oh, Piet, je er alweer 7? Hoe bestaat het, man? Nou, ik wou niet iedereen dat deed. Hè. Maar ja, ik heb natuurlijk nou, sinds mijn 80's heb ik het al niet meer gedaan. Zo, maar u plan? Iets in de incidenteel nog wel een keer. Maar niet dat ik het zo vroeger de hele land werd afstroopte. En dan was ik ook weer avonden weg. Ja, maar ja. U bent laatst wel, was Martin Schaap hier ook? Ja, Martin Schaap is hier geweest met nog iemand van bestuur. Ik ken ze ook niet meer, hè, nee, behalve nee. Martin dan wel. Maar, ja. Ja. En wat kwamen ze doen? De bestuur kent mij niet, want die weet niet wat ik allemaal gedaan heb. En wat kwamen ze doen? Zeg je? Wat kwamen ze doen? Ja. Oh ja, ik heb gewoon een speldje gekregen. Oh ja, voor dat ik 75 jaar lid was. 75 jaar lid van de Zaanse molen. Ja, maar ja, goed, dat wist ook niemand. Dat moest ik zelf zeggen. En dat kwam dan wel eens naar voren. En dan las ik het verslag van de jaarvergadering. Dat er weer mensen gehuld waren die langer dan 40 jaar lid waren. En toen zei ik er in een gesprek met Martin, niemand heeft het idee hoe lang ik al lid ben. Toen zegt hij, nou, vanaf 1938. Oh, dat is een tijd, dat is 75 jaar, zegt hij. Ja, ik zeg, dat is het ook. Maar ja, ik zeg,
Het hele bestuur is, die kent de naam Klees genezen meer. Nee. Nee, en dat komt omdat je dus helemaal uit zicht bent. Nee, nee. Dat ik dat liedje kreeg toen in de Lindeboomschool. Ook al voor een feit dat ik zo lang op een molaar was. Maar dat heb ik ook in mijn dankwoord gezegd. Ze hadden mij helemaal dat lintje niet hoeven geven. Want ik heb het altijd gedaan omdat ik het leuk vond. Precies. Maar niet om er een lintje voor te krijgen. Nee. En dat was ook met het lidmaatschap van Crescendo zo. En daar is ook niemand meer die weet wat ik er nou van voor gedaan heb. Nee, nee, veel nee. meer dan de meeste mensen denken, hoor. Ja, 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 ja. Oh, absoluut. Ik was altijd op pad. Waar moet je nou weer weg? Ja, er is een tijd niet op de repetitie gekomen. Moet ik even heen. Van Kees Luttek, de dirigent. Ja. Ja, als ik bij Kees was, dan wist mijn vrouw het wel. Dan, je was niet zo lang weg, hè? Nou, hoor, ik nam me. Werd meestal wel laat. Staphorst het boertje. Ja. Nou, u bent ook zomers gekleed, meneer Klees. Dat staat een stoel. Ja, dat kan je nagaan. Mooi even hier zitten. Het is een koning, hè, zit hier. Onwijs, wat een rijkdom. mooi op de achtergrond. Oh, prachtig. Horen we de kikkers ook? Ja, hier aan die sloot, nou. Ja. Is er een puur rat, hoor. Ja, het is een fijn erf. Nou. Nou. Ah, je ook zo dat huis ziet, een oud, een 300 jaar oud huis, dan denk je, wat een rijk bezitter. 300 jaar? 300. En u bent hier ook geboren? Ik ben hier geboren, ja. Ja, dat was in 1920. Dus u al die jaren... Van 1700. Ja. Ja. Van 1700. En uw vader en moeder hebben hier gewoond? Ja. Mijn vader heeft het toen gekocht. Uw vader heeft het gekocht? En die hebben het gekocht van Gerrit van Dillen. Ja, ja. En die had de stokkenschaverij en die had de werkplaats hier tegenover. Ja. Ja. Stokken, bezemstelen. Ja, precies. Ja. En daar had hij zeker dan nog een broodje mee. Oh, jawel, zeker. Ja. En dan woonde hij hier en uw vader heeft het gekocht, dat pand. Ja, mijn vader werd in 1916 gekocht. En in 1917 is mijn zuster geboren. En die is ook nog 95 jaar geworden, hoor. En wat deed uw vader? Mijn vader was vrachtrijder. Je zou nou zeggen, hij had een expeditiebedrijf. Ja. Tussen Verzaan en Amsterdam. Ja, toen noemden ze het? Ja, hij had, laat ik maar zeggen, de grote klanten waren Kraasman, meubelfabriek. Ja, ja, ja. En de papierfabriek van Molenaar op het Wijver. Ja, is een soort besteldienst. Ja, precies. En dan hadden ze ook van die kaarten, Rinsers en Klees stond erop. En... Als er een kaart in de raam stond, dan moest mijn vader eraan met die mensen. En dan hadden ze een pakje voor hem om hem mee te nemen naar Amsterdam. Ja, precies. Zo ging dat vroeger. Ja. Ja. En u hebt hier altijd gewoond? U bent hier nooit weggegaan? Nee. Ik ben een beetje oude dingen gewend. Ik ben niet zo gauw dat ik verander. Nee, terecht. Als ik bij een baas werk, dan wou ik ook nooit weg eigenlijk. Nee. En als ik een liefhebberij had, zoals de molen of de muziek,
Daar bleef ik mijn hele leven bij. Maar waarom zou je veranderen als je zo mooi woont, hè? He? Waarom zou je veranderen als je zo mooi woont? Nee, en dat is het hem juist. Ja, ja. En dit erf ook. Ik heb het altijd in mijn eentje moeten klaren. Hè? Nou heb je een tuinman nodig en een schilder heb ik nodig. En, ja, en die mensen moet je allemaal betalen natuurlijk, want toen deed ik het allemaal in mijn eigen. Ik ben 10 jaar secretaris van Crescendo geweest. Ja, precies. En ik had de hele boerenkapel onder mijn beheer. Ja. Alle aanmeldingen liepen altijd van over mij. En dan moest ik iedereen weer opbellen of ze konden komen of niet. Ja, ja, dat was wel lastig. Wat woont u mooi zo onwijs, hè? Oh, mooi, hè? Je krijgt er geen genoeg van. Ja, het is zo'n mooi huis, hè, van deze kant af. Prachtig. Ik heb nou weer een nieuwe aanwinst. De eikenboom. Ja. Dat is heel leuk, hè, dat je die zo van heel klein boompje. Nou is het een boom van de... Ja, mooi hoor. Mensen die dan van veel jongere leeftijd, want dat krijg je natuurlijk op de duur, hè, ja. Die veel jonger zijn dan ik. En die dan toch nog met een man willen omgaan die bovendien nog slechtziend is en slechthorend en mobiel ook lang niet meer wat het geweest is. Daar heb ik wel bewondering voor gehad. Hè, dat die ondanks dat zij dus veel leukere dingen zouden kunnen doen, dat ze toch nog af en toe minder opzochten. Ja. En nou ja, goed. In vroeger jaren had ik dus meer contact met mijn eigen leeftijdsgenoten, maar die zijn zo langzamerhand verdwenen. Ja. Hè? En dan kan ik zeggen, ja, op het moment dat ik dit nu uitspreek, ben ik 93 jaar. Maar op het moment waarop u het hoort, ben ik misschien op een leeftijd die ik nu nog niet kan bepalen. Nee, precies. Dat is wel en, te wachten, hè? Ja, alle mensen die dus daarbij betrokken zijn, die wil ik op deze manier dus mijn hartelijke dank zeggen voor alle hun inspanningen. De een op de andere, dat maakt niet uit. Ieder op zijn of haar manier. En ja, vooral mijn eigen familie uiteraard, maar ook de kennissen die ik in de loop van de tijd heb gekregen. En de mensen die uw stem niet herkennen? Wat wil u daar tegen zeggen? Ja, ja. Het gebeurde vaak over de telefoon dat ik zonder dat ik mijn naam zei, dat ze al wisten wie ze aan de telefoon hadden. Ja. Dus daarom wil ik er nu even bij zeggen, dat voor degene die mijn stem nog niet herkend hebben, is degene die nou gesproken heb, dat is Pieter Hendrik Claes, geboren 11 juli 1920. En ik hoop dat u daar toch nog enige leuke herinneringen aan zult overhouden.